Gaan we door naar de volgende vraag. En dat is een brief, ook wel eens leuk, van echt papier. Beste Tex, Diederik en Johan. Hockey staat bekend als elitaire sport. Maar als ik zo om me heen kijk op het hockeyveld, heb ik het idee dat dat flink aan het veranderen is. En dat hockey steeds minder elitair wordt. Klopt dat? Groetjes, Baron Bernard Gustaf van Habsbergen de La Montagne. Ja, bedankt voor je brief, Baron. Wordt hockey minder elitair? We hebben dit voor je uitgezocht. Tex. Ja, hoe elitair is een sport? En dat lijkt een subjectief gegeven, maar je kunt het gelukkig gewoon meten. Elitariteit. Ja, elitariteit. Dat kun je meten. Daar is een systeem voor. Let maar op. We kijken eerst even naar vroeger, het vrouwenhockeyteam van 1996. Hier zie je ze. En dan gaan we kijken naar de namen. En dan gaat het vooral om de voornamen. Dat zijn Noor, Fleur, Suzanne, Suzanne, Carole, Jacqueline, Florentine, Dilianne, Mijntje, Willemijn, Margje, Wietke en Jeannette. Ja, dat voelt wel elitair. Ja, dat zal best, maar ik blijf even bij de feit als je het niet erg vindt. Ja. Want elke naam is een bepaald aantal elitepunten waard. Hoe elitairder de naam, hoe meer elitepunten. Kijk bijvoorbeeld, Noor is 9 punten, Fleur is iets elitairder, dus dat is 15 punten. En dan hier Willemijn 17. Kom je voor dit team op een totaal van 188 elitepunten. Hey, maar Jacqueline 28... Klopt dat? Ja, dat is inderdaad erg hoog, maar dat komt door haar achternaam. Dat is namelijk Toxopeus. En Toxopeus is een geslacht dat teruggaat tot de 16e eeuw. En de regel is een beetje, als je achternaam een eigen Wikipedia-pagina heeft, dan zie je dat onmiddellijk terug in de punten. Ja. Ja. En de mannen? Ja, scherp. In 1996 was dit het Nederlandse mannenteam. Goud natuurlijk op de Olympische Spelen van Atlanta. Respect. Respect. Ja. En dit zijn de namen. En dan kijken we meteen weer naar de voornamen met punten. Teun, Bram, Guus, Wouter, Mark met een C, Stefan met een P, Taco, Tigo, Erik, Leo. En dan denk je Leo 22, ja, want het is Klein Gebbink. Dubbele achternaam en dan mag je, of correctie, dan moet je daar dubbele punten voor rekenen. Ja. En dan gaat het opeens hard met Jacques, Floris-Jan en degene met de meeste elitepunten van dit team, Maurits. Maurits is 32 punten. Ja, want Maurits' achternaam is Kruk. Kruk. Kruk? Is dat heel veel waard, Kruk? Ja, Kruk is 32. Het staat hier ook nog niet bij, want het is Kruk met C-R-U-C-Q. Ja, kom je op een totaal van 189 punten voor dit team. Hey, en Tex, even de vraag van de Baron. Hè. Hoe is het nu? Is het veranderd? Wordt het minder elitair? Ja, gaan we naar de huidige teams. Dit is de vrouwenselectie van het afgelopen WK. Daar werden we wereldkampioen. Respect. Respect. Ja, en dit zijn de namen. Dan kijken we meteen weer even naar de punten. In eerste instantie denk je niks aan de hand. Hier Liedewij, Frederiek, Josine, Kiki, Laura, Laurien, Lauren, Margo, Maartje. Nette dames, denk je. Maar kijk wat er daarna gebeurt. Kelly, Ginella, Jibby en Xan. God allemachtig. Dat lijkt wel een snackbar. Ja. Ja, en dat is het gevaar, hè? Doordat mensen tegenwoordig zelf namen mogen verzinnen, dat je toch een verschuiving krijgt. Natuurlijk, je hebt nog twee Margo's, dus we moeten niet meteen in paniek raken. Nee. Maar je komt wel op slechts 160 punten. Ja, ja. Ik schrik hiervan, Tex. Ja, ik hou me hard vast voor de heren. Ja, nou laten we ook meteen kijken naar de huidige hockeyman. Hier, zilver op het WK van 2018. Beetje jammer, hè? Beetje jammer. Ja, ja. Dit zijn ze. En kijk, tuurlijk, je hebt nog een Floris, een Valentin, een Jonas, een Robert, een Peermin en een Zeven. Zeven? Ja. Is dat een naam? 7? Ja, 7, 15 punten. Ja, maar komt dat vaak? Hoeveel zijn daarvan in Nederland? 7? Nou, dat heb ik even opgezocht bij het Meertens Instituut en dat zijn er 7. Oh, dat is 7. Ja. Oké, okay, ja. Ja. Dus daarna krijg je nog Sam, Sander, Lars, Thijs, Bob, Jeroen. Dat is eigenlijk ook prima namen. Ja. Maar onderin zie je daar ook het verval, hoor. Hier met Mink, Mirko, Glenn en Billy. Fucking hell. Ja. Dat is meer een jeugdgevangenis. Ja, precies, ja. En dan lijkt hockey inderdaad minder elitair te worden. Maar dan komen we bij de laatste speler. Dat is de naam met de absolute topscore. 34 punten op de elite-index. Thierry. Ah, en dan komt het toch nog een beetje. Ja, dat maakt een beetje die Glenn en die Billy weer goed. Natuurlijk. Ja, dan kom je op een totaal van 190 punten. Dus hockey eigenlijk nog net zo elitair als vroeger. Nou, dus Baron, het was even kielen. Maar voorlopig is hockey gewoon nog een heel nette sport. Tex, wij zien jou volgende week weer. Nee, ik kom gewoon daar weer zitten. Oh ja. Beste kikkers van dit filmpje, hè? Ja, kikkers. Nee, het staat er echt. Ja, nou, ja, dan zal het wel kloppen, toch? Kikkers. Ja, beste kikkers van dit filmpje. Vond je dit een leuke video? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaar. Kanaar? Kanaar, met een C. Kanaar. Nou ja, als het hier staat. Ja. Tot ziens!